Als er één ding is waar ik helemaal gek van word, dan zijn het van die telefoonkabels die na een paar keer gebruik al kapot gaan. En je doet er niks aan, die kringen zijn hartstikke duur. En ja, als je ze koopt via een Chinese website, dan weet je zeker dat je kapotte kabel in huis haalt. En niet alleen die, maar ook bijvoorbeeld de lader van mijn laptop. Zoals je kan zien hier, is die helemaal stuk. En deze zijn al helemaal niet te betalen. Maar vandaag ga ik aan jou vertellen hoe je je eigen repareergel kan maken. En daar heb je maar twee dingen voor nodig. Maar voordat je dat gaat uitleggen, wil ik je even vragen om je te abonneren op ons kanaal. Kun je doen door even hieronder te klikken. En dan gaan we nu kijken hoe je dat kan maken. Oké, wat heb je hiervoor nodig? Aardappelzetmeel. Siliconenkit. Nou, het principe is wederom hartstikke simpel. Want met siliconenkit kun je dingen afdichten en dat is wat we gaan doen. Alleen het probleem met siliconenkit is dat het vrij vloeibaar is en dat het ook heel lang duurt om het te laten opdrogen. En je wil toch een soort gel hebben die je ook in je handen kan houden zonder dat het een klerenzooi wordt. En daar komt, meneer aardappelzetmeel om te kijken. Want wat je doet, is je doet die siliconenkit in een pakje met aardappelzetmeel. En dan doe je voorzichtig het zetmeel eroverheen. En begin je het geheel te kneden. We zijn een paar minuten verder. En zoals je ziet is de vloeibare siliconenkit echt een soort klei geworden. En die klei die wordt ook heel snel droog. Dus ik raad je aan om zoveel te doen als je nodig hebt. Want je hebt nu ongeveer een kwartiertje de tijd voordat het keihard is. En dan is het nu tijd om dit balletje met klei te gebruiken om die kapotte kabels weer te maken. En het is ook heel elastisch, dus je kunt je kabel ook gewoon straks nog bewegen zonder dat die klei afbreekt. Pak een beetje ervan af. En ik boetseer het er gewoon omheen. Eén kabel gefixt. Laat even drogen. En in de tussentijd kan ik ook nog dit kabeltje doen. Oké, die twee kabels liggen nu hard te worden als het ware. Dat heeft even nodig. Geeft minimaal een kwartier. Maar om het echt even goed uit te laten harden, raad ik het aan om het gewoon een paar uur te laten liggen. Want dan weet je zeker dat je niet straks die klei weer aan je handen hebt. 2 hours later. We zijn een paar uurtjes verder en dat is voldoende tijd om het op te laten drogen. Ik kan deze gewoon weer gebruiken, kan er alles mee doen. Ik denk zelfs dat hij nog een stuk sterker is dan dat hij al was. Ja, het is dus, het voelt ook gewoon lekker aan. Super handig. Vind jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Kun je even doen door hieronder te klikken op abonneren. Laat ook even een leuke reactie achter. En heb je zelf nou een vraag, wil je wat weten? Laat dan ook even weten, dan gaan wij voor jou aan de slag. Doe ook even een duimpje omhoog en dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig!